zal niet toch alleen maar op een nachtegaal. Gek, het is weer een bende, Willy. Alles lukt verkeerd. Ga de straat op en je vindt de wereld. Een jeep. Stoere jeep. Brede banden. Wie zit daarin? Waar gaat het heen? Wat doet er vandaag? Wat doet er vandaag? Hij is onderweg naar zijn werk. Waar werk je dan? Hier, aan een bedrijf Akkoord. En wat doe je daar dan? Ja, wat doet er dan? Ik vroeg mezelf ook allemaal zo. Ik doe de projectleiding van een aantal bouwen. Dus ik bezorg dat de jongens alles goed op de bouw krijgen. Het materiaal doorkrijgen, zeg maar. Materiaal doorkrijgen, contact met opdrachtgevers. Dus wat de opdrachtgever wil, moet ik vertellen naar de jongens op bouwen. Waarom rij je zo'n bak dan? Heb je zelf gebouwd soms? Ja, niet zelf gebouwd natuurlijk. Maar ik heb hem maar zelf gerestaureerd. Ja. Ja, maar ik ben maar een man. Dat meen je. Ja, het is niet anders. Ja, ik weet niet of alles is. Ja. Is alles? Nou, komt erin. Wat willen we nu dan? Ben je Riesen? Ja, in Riesen? In Riesen, aannemersbedrijf Akkoord. Akkoord. En wat bouwen jullie daar over het algemeen? Als. Van Kipmoek tot appartementsgebouw. Ik heb er al hiervoor een onderweg, Bernd. Ja, Bernd, ben je al aan het werk? Kom ik aan werk, ben je naartoe, ben ik aan werk. Ik ga al dagen aan werk. Ik ben, op het moment ben ik bezig in Almelo. Ik weet niet of je hem zien kan, maar die Bumse voorhoofd door. Ja? En de rige woning is daar weer de 13. En dan maak ik er nu in het verlengde ervan bij nog meer 13 gings. En 9 appartementen. Dus dat moet nu trekken. Ja, ja. Iemand moet zorgen dat ze verdanken het bouwen. Ja, 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 ja. Dat het materiaal er op tijd is. Ja, ja. Neem! Dan krijg ik hoe... Er zit 24 uur verschil in tussen de Bumse voordeel en de onderste voordeel. Ik heb mijn sport heb ik niet veel, alleen als er een motor in zit. Dan vind ik het wel mooi. Nee. Ja. Ja, daarom zeg ik, het is hobby, het is het sleutel eraan. Het is heel wat anders als wat ik hier dagelijks doe. Terug. Goeiedag. Ik kwam even kijken. Ja, ik ben Willy. Edwin Postlaan. Hey. Dag Edwin, wat doe je hier? Ik ben directeur van het spul. Dus ik denk, ik kom eens even kijken waar die rol neus. Ja, nee, dat is goed. Ja. Ik kom nu niet toevallig langs. Nee? Nee, dat ook niet. Ik wou een keer ook langs. Ja. Ja, is dat nog wel werk wat je doet? Ja, zeker is dat nog werk. Het is niet meer een bouw, dat hoeft niet meer te timmen. Maar dat biedt heel andere zorgen. Wat hij kun je nog timmen? Nee. Kun je hem aan? Nee. Hij ook nooit leert? Hij heeft ook nooit leert, nee. Maar hij wel leert dan? Ik heb bedrijfskunde leerd. Ja, ja. En hoe kom je dan hier terecht? Nou, ik ben hier aan begonnen op mijn, ik denk dat mijn 15e, 16e was, als vakantiewerker. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Ja. Toen even met name vast in de lift te zetten en zo zeg maar, timmer wordt net ooit nooit. Op een gegeven moment, uit bepaalde dingen niet op tijd geregeld hebben zo, dan begint het praktisch in van oeh, heb ik dat wel goed gedaan, of hoe kan ik dit nog weer bijsturen, weet je niet. Die jongens die gaan smans, die neemt namen en de zaag mee, die gaat een bouw op en smeer als tijd is om hoe ze te gaan, dan neemt ze het spul weer mee en zo, zet in de auto en ze ja, voort. En daarna ben ze helemaal vrij, hè, qua gedachten. De bedoeling was eerst dat hij helemaal in één keer zo'n boom. Maar op het moment dat we hier met de verkoop begonnen, zeg maar, toen ja, was de markt blijkbaar toch wat moeilijk. De verkoop bleef niet zo hard. Dan zegt boven eerst, het is eerst 13. En zo als van Jaan ook weer een 70-80% verkocht is, beginnen we door met de boom. Ik wil mensen niet verzekerd maken, maar de mensen geven natuurlijk wel een hoop geld doet. Ja. Een huis te koop. Ja. Pauze. Pauze, ja. Je moet er wat eerder nog niet. Ja, maar het is wel weer toevallig dat nu net de enige broen waarschijnlijk die hier op de bouw loopt, die heeft pauze. Nee, de rest zit in de keet. Je zit in de keet? Ze zitten allemaal in de keet. Die rooien niet meer van ons. De rooien ben van jullie? De rooien ben van ons. Ja. De broen niet? De broen nog niet. Maar de rooien weg. Ja. Oh, hier hoor je geen helm op hem, toch? Hier hoor je niet op hem. Nee. Hier kan af. Ik heb een glas en hier nog op. Waarom is het goed, hè? Is het minder met de verkeering? Ja, nee, dat is niks. Is niks? Nee, dat is niks. Heet dat u de maakt, hè? Nee, ik heb geen verkeering gehad. Ja. Nee. Oh, Yvonne wel, maar zij wil niet. Zij wil ook waar. Oh! Maar waarom komt er dan niks van? Ach, niks voor afgesproken, nooit. Past niet. Past het niet? Nee. Yvonne wel en zij wil ook waar. Ja, precies. En waarom past het niet dan? Dat weet ik niet. Waar is het nu dan? Zin, waar ben ik weet niet hoe dat is. Toes misschien. Ja, dat toch langs.
Hallo. Mandy? Nee, geen Mandy. Wie ben je dan? De moeder. De moeder van Mandy? Ja. Maar ik denk dat dat niks is. Laat maar aan u morgen. Het wordt niet wat. Weet ik. Ik kan het niet zeggen. Of dat, is een timmerman te eenvoudig voor... Nee, absoluut niet. Daar heeft het niet mee te maken. Absoluut. Niks mee te maken. Maar Mandy is niet verliefd. Zojuist al een vraag. Ja. Ik kan je wel een adresje geven. Waar ze nu is? Ja, kijk. Ja. Een adresje geven, dat weet ik wel. Waar zit ze nu dan? In Wierden. In Wierden? Ja, schoonheidssalon. Kim Salabim. Kim Salabim? Kim Salabim. Hey, gooi eens even kijken of ze de gunnen wat tevreden zijn over jullie. Belt maar af. Len en Fanny Uitzetter. Goedemorgen. Bevalt het? Ja. Ja? Ja. Niks, geen klachten? Nee. Hoe lang wonen jullie hier dan? Vanaf december. Man en vrouw? Man en vrouw. Len en Fanny? Ja. Dat ben je, Fanny. Ja, dat ben ik. Maak niet aan Minky. Dat mag niet. Komt erin. Ja? Waar ben je eigenlijk van? Ja, ja. Waar ben je van? Ik ben van TV Oost. TV Oost. Ik vang je al bekend, ja. Ja? Ja. Hoi hier. Dag, hey, de baas. Hé, hey, de baas ook waar zitten. TV Oost. Goeiedag. TV Oost. Ik wil gewoon weten dat je tevreden bent. Waarmee? Met dit huis. Ja, dat je niet tevreden bent. Dat toe tegenvalt. Of niet? Dan had wat meer tuin bij gekund, hè? Ja, misschien wel. Ja. Ja, ik voel me een beetje opgesloten. Oh, toch wel? Ja, een beetje opgesloten. Waar kom je vandaan dan? Ik bedoel, waarheen hoor? Kopenwiek. Windmolenbroek. Ja. Wind in het groen. Ja, ja. Ja, dat is. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En we wonen hier vanaf december, hoor ik. Ja. Nou, hij dom gekocht. Nou, dat wil niet zeggen. Oh, niet dom gekocht. Nee, dat niet. Maar toch een beetje anders. We hebben dit gekocht als een hoekwoning. En dat is ons een beetje tegengevallen. Want na de tijd worden de appartementen gebouwd en garages tegen die woningen. En dat is natuurlijk niet zo leuk. We hebben een bezwaarschrift over geschreven en dat... En dat doen ze net alsof... Dat doen ze net of je moet het geweten hebben. Je zit ook niet meer vrij hier, hè? Eigenlijk. Je zit niet meer vrij. Je hebt geen privé hier. De buren? Vlak erop? Ja, maar daar hadden we in het vorige huis ook. Dus daar waren dan? De buren erop. Maar aan de andere kant hadden we groen, groen. Daar groen. Achter het huis meer groen. Ja, nou, domme koop daar van jullie. Ja, ja. Ah, ja. Hé, hey, jongens. Hoi. Ik moet er wel ene met hem. Tuurlijk, pak maar, jong. Ja, niet voor mij. Voor Mandy. Ja. Ja. Of niet? Heb je hem weer met? Ik denk dat je daar nog wat koop hebt, maar niet? Dan moet je wel gelukkig. Ja, dan maak je hem toch later weer warm. Of niet? Misschien ruikt de vis wel naar vrouw, dat kan ook nog. Hallo! Hallo. Goedemiddag. Wie is er nu Mandy dan? Hey, maar, hebben jullie kinderen? Ja, vijf. Vijf? Samen. Allemaal? Of samen? Ben jullie later... Ja. Jullie kinderen? Of ben jullie later bij elkaar komen? Ja. Later bij elkaar komen. Ja. Ja? We hebben 10 kleinkinderen. En kun je dan nog met alle kinderen? Hier? Ja? Nou, dat zal wel moeten, hè? Ja, maar kun je ook goed malen. Ik bedoel, dus jullie zijn gescheiden? Of hoe moet ik, maar, ja. Hé, maar wat gaat het dan mis? Waar mis? Ja, met een eerste huwelijk. Ja, dat moet ze gewoon horen zijn. Ik denk, wat mezelf aan betreft, te jong getrouwd. Ja? Ja. Ja, en dat breekt je water niet bij jou iedereen, zeg ik maar. Ja, dat brengen we daar op. Of maar wat brengen we daar op? Die vrouw of hoezelf? Nee, ik denk dat het ook meer aan beide ligt. Te jong getrouwd. Maar zij is ook te jong getrouwd. Ik heb wel wat van het leven, denk ik. Ik denk dat het gewoon nee, is. Je moet toch op een bepaald moment weer free wil vechten.
Ja, of dat je toch wat mist hebt, denk ik. Dat je denkt dat je wat mist hebt. Ja, maar daar is het denk ik ook, hè. Ja. Want dan heet hier even waar je mist hebt. Ja. Waar heet dat dan? Ja, ik ben er heel gek mee. Ja. maar als hij nu met haar zo jong getrouwd was. Was het misschien ook misgelopen? Ja. Je wou eerlijk spreken over mijn moeder. Ja, vind je dat? Ja. Zeg, ik heb een lekker bekje voor u. Oh, wat aardig. Hij heet John. Ken ik die? Nee, grapje. Ken je die? Ja, die ken ik. Is dat een leuke jongen? Ja, die is aardig. Aardig. Wat is nu aardig? Is dat een leuke jongen? Ja, hij is aardig. Heb een lekker bekje. Ik vind wel een lekker bekje. Nog één kans. Wil hij wel of wil hij niet? En als ik wel zeg, wat dan? Nou, wil hij. En dan? Ja, ik blijf altijd zelf baas natuurlijk. Oh, okay, nou, dan ben je niet gelijk getrouwd. Wil hij wel of wil hij niet? Ik zeg ook niet dat ik in mijn eerste huwelijk ongelukkig ben geweest. Nooit. Je groeit uit elkaar. Ja. Het sluipt erin. Je groeit uit elkaar. En daar moet je gewoon heel erg voor oppassen. En dat is gebeurd. Werk je nu harder aan de relatie als eerder? Om het goed te houden, ja. Maar die God doet kinderen. Hij gaat kinderen kiezen voor de vader of voor de moeder. Ja, soms is het een heleboel ontevredenheid, hè? Wie de kinderen? Ja. Papa niet meer met een andere vrouw wil zien misschien. Papa niet wil hem delen, dat vind ik heel jammer. Want ik wil er ook goed voor winnen. Ik wil een vriendin voor de meisjes winnen. Ja. Ik hoef mijn moeder niet te winnen, ik ben een moeder ook niet. Nee. En hij heeft mijn man met de kinderen van mij. Ja. Die heeft heel goed contact met mijn meisjes. Ja. En een kleinkinder ben ik wel open. Ja, omdat jullie gek met elkaar bent waarschijnlijk. Ja, dat denk ik, maar dat weet ik ook niet en dat straalt hij gewoon uit. En waar ging de miljoen mis dan? Ik denk dat mijn man ontevreden was. Dus ik ook, maar die ging vreemd. Ja. Ja. En toen hij weer de knoop deur had. Ja, dan zeg ik, ik kan niet van twee vrouwen houden. Hij kan wel dus. Zeg hij. Zeg hij, ja. Ja, maar dingen gebeurd zijn die overkomt. Ja. En sommige dingen kun je niks aan doen, daar kun je niet tegenkomen. En het gebeurt gewoon in het leven, ik denk dat ik niet leer meer. Maar ik gun niemand de scheiding, maar het is niet leuk. Dat is nooit leuk? Nee, het is niet leuk. Met al die verliezers? Ja, wie er dan ook maar de schuld heeft of de schuld draagt of wat dan ook op wil draaien, het blijft altijd moeilijk. Ik vond het een verschrikking. Ja. Alhoewel het voordeel misschien ook niet eens groot was. Maar ik vond het niet leuk meer. En als je dan twee kinderen moet missen met vier kleinkinderen, dat vind ik heel erg. Maar misschien ook een. Ja. Dus misschien wat de straf is die moet dragen. Ja. Wanneer? Ja. Ik denk dat het gewoon bier. Maar het is voor mij heel moeilijk om erover te praten. Ik moet er niet meer bij neerleggen. Ik moet toch een beetje leren. Nee? Ja, maar dat doet hem echt zeer, hè? Ja, het doet hem heel veel pijn. Hij zal niks liever willen dan dat de meisjes gewoon kwamen. Dus, ben je toch volwassen vrouwen? Ja, ik ben volwassen vrouwen. Ja. Allebei ook getrouwd, allebei ook kinderen. Nou. Ja. Ja, maar het zou wel wat zin, denk ik. Wat je zal er gewoon eens over een vrouw. Ja, maar ik denk niet dat het kan. Waarom niet? Het is waarschijnlijk maar zo klein. Ik heb het ook wel eens gevraagd, maar dan zei ze, mijn papa moet maar met rust gaan. Ja, ik zal er wel met mijn mensen hebben, totdat ik tussen de zes plankjes lig. Denk ik. Ja, dan zei ze wel. Maar een moeder gunt de kinderen toch een opa? Ja, die heeft ze dan ook nog wel, hè. Een andere opa van de andere kant, dat zal er nog een. Ze weet niet waar ik als opa ben. Maar dan moet ze eerst zien naar mijn andere kleinkinderen. Die ben allemaal bloedgek met mij. En hier met hem? Ja. Ik wil ook nou wel zo'n opa hem. Jawel, hè? Jawel, hè? Ja. Zo'n oma dan. Ja, ja. Ook wel, alleen die doet niks. Die zegt niet, wil je weer koffie hebben? Ja, dat wou ik wel, maar ik ben aan het opnemen.
Ik wil wel koffie. Ja. Maar je hebt lekkere koekjes? Nou, die ben ik altijd. Doe ik niet meer. Is echt hoor? Of heb je alleen maar een show? Wil je wel of wil je niet? Oké, wel. Wat zei? Ja, wel. Met wie? Met de vis. Grapje. Met John? Ja. Nou, gaat John daar ook bij moeten zijn, of niet? Eigenlijk wel, hè? Maar die is aan het werk waarschijnlijk. Werklui, hè? Ja. Ja. Wat zeg je daaraan, grapje? Nou, op... Willy? Kim? Op John en Mandy, hè? Op John en Mandy, hè? Ja. Oh. Proost. Ja, proost, hè? En misschien wordt het ooit nog eens weer anders. Wil jij nog koffie? Ja, ja, ik heb er nog wat in, maar... Ik wil gewoon... Ja. Je wil gewoon... Dat veel dat ik een oude zak ben, dat ze dat weer goed komt. Maar het giet hartstikke hard dat je over de 50 bent. Hé? Lekker! Mensen houden al die van contrasten, geloof ik, of niet? Is dat zo? Ja, natuurlijk. Ja, zo'n lelijke hond in een schoonheidssalon. Ja. Nou, hij is toch niet lelijk? Dat is wel lief. Ja, daar zeggen ze mijn kinderen ook. Oh, wat een lief kind. Nou, dan vindt ze het een lelijk kind. Is het niet lelijk?